We staan hier in het drie-generatiehuis aan de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord. En dit is een gebouw dat we hebben gebouwd met mijn gezin en mijn schoonouders. Die wonen boven. Het is dus een oud industrieterrein in Amsterdam-Noord. Toen ik 13 jaar geleden begon met werken op de NDSM, fietste ik hier heel vaak nietsvermoedend voorbij. Niet wetende dat ik ooit zelf een droomhuis zou realiseren op deze plek. De start van de ontwikkeling was eigenlijk vrij standaard. Ik kreeg een relatie met een hele leuke vrouw en we dachten van nou, misschien willen we een gezin stichten. We wonen in een klein appartement. Maar de grap was eigenlijk dat ik was op het begin aan het schetsen. Toen kwam mijn schoonmoeder, die zei van goh, wat is dat? En ik legde het haar een beetje uit. En toen was eigenlijk de kiem gelegd van het wonen met meerdere generaties bij elkaar. De belangrijkste inspiratiebron voor het ontwerp is toch denk ik wel uiteindelijk het archetypische boerenerf, denk ik. Waarbij ja, meerdere huishoudens naast elkaar kunnen leven en dat ze er voor elkaar kunnen zijn als dat nodig is. Maar ook gewoon weer kunnen terugtrekken in hun eigen huiselijke omgeving als dat ook weer gewenst is. En wat ook wel een aspect is van het traditionele boerenerf, wat we ook hebben geprobeerd te integreren in dit ontwerp, is dat ook naarmate de ruimtewensen eigenlijk veranderen, dat het perceel in dit geval dan het gebouw dat ook aan kan. Die ideeën hebben eigenlijk gewoon toegepast in een stedelijke context en een totaal andere draai. Gegeven natuurlijk. Ja, iedereen die zelf een huis heeft gebouwd, die ondervindt weerstand over de volle linie. Toen we begonnen met het traject, toen dachten we van, nou, stel dat het niet lukt, dan is het enige risico dat het project niet doorgaat. En gaandeweg kom je toch wel erachter dat je veel meer kan verliezen en veel meer dat je heel dierbaar is. Want je gaat zo'n enorm, best wel heel intens traject aan. Ja, als je gaat zoeken naar links met het werk van Abe Bonnema, dan denk ik wel dat je die kan vinden. Ja, Abe Bonnema is natuurlijk iemand die het gebouw op een hele eerlijke manier en functionele manier in elkaar zetten. En dat is iets wat we bij Beta eigenlijk ook heel graag doen. Nou, op zoek zijn naar hoe een gebouw ook echt iets kan doen, iets voor elkaar krijgt. Wat misschien wel een tip is, ik werkte natuurlijk al best wel lang als architect, dus ik dacht op zich dat ik het vak wel redelijk onder de knie had. Dit gebouw is het eerste gebouw, een nieuwbouwgebouw dat we als bureau maakten. En als je daar zelf zo dicht bovenop zit, zeker als je dat dan ook soort van voor jezelf maakt, dan ga je daar zo intens doorheen en daar leer je ontzettend veel van. Je gaat ook te ver als het je eigen huis is. Ik zou nooit meer mijn eigen huis gaan ontwerpen, dat doe je één keer en daarna nooit meer.